Welkom bij deze Hart en Act podcast. Vandaag heb ik te gast Actspers, Jaantje Tejadens en Serge van der Pluim. En als het goed is, hebben jullie deze mensen al een keer gezien in mijn vorige podcast. Van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dank voor je uitnodiging. Ja, we gaan het vandaag hebben over hun nieuwe boek. En deze komt uit in... 5 juni. Oh, 5 juni. Ja, leuk, spannend. Nou, ik ben wel benieuwd naar de context. Dan mogen jullie, dan mag Sergio eerst even iets over vertellen en daarna Jaan. Ja, is goed. Ik geef al een tijdje een jaartraining, samen met Jaan trouwens. En nog een paar hele fijne gewaardeerde collega's. En die draait om 3 methoden, namelijk motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en ACT, oftewel acceptance en commitment therapy of training. Mm-hmm. Ik weet nog een jaar of 5 geleden dacht ik, ja, het zou mooi zijn als we voor cursisten een boek zouden kunnen schrijven waarin die 3 methoden naar voren komen. Dus ik was daar al een beetje mee bezig. Ik had wat teksten en ik was met een uitgever in gesprek. En dat boek werd maar dikker en dikker. Hij zei, nee joh, dat moet je niet doen. Je moet gewoon 3 lekker leesbare, niet al te dikke boeken schrijven. Ja. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Mm. En dat voelde goed, want 1 boek schrijven is makkelijker dan 3 in 1, zeg maar. Mm. Dus ik heb het, zeg maar, het proces opgeknipt en... Nou ja, nu is sinds kort ook het 3e boek af. En ik moet eerlijk zeggen dat dat wel... Het geeft een heel tevreden gevoel, zeg maar. Mm. Het was wel een hele klus. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En Jaan schrijft dus mee. Ja, en Sergio die vroeg mij al een paar jaar geleden van... zou je het leuk vinden om deel 3 samen te schrijven? Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch. En in die jaren ben ik er ook mee bezig geweest en... Dat is echt een hele waardevolle reis geweest. Mm. En ik ben heel erg blij om de kans te hebben gehad om dit met Sergio samen te doen. Mm. Absoluut. Ja. Ja. Normaal is een boek schrijven best wel solitair. Mm. En nu niet. Weet je, we hadden zoveel momenten van even sparren met elkaar, even bellen, even afstemmen. We zijn samen naar Dublin geweest, naar het Wereld Act Congres om inspiratie op te doen. Dus dat we hopen dat dat plezier van dit samen met ACT bezig zijn, dat in het boek op de een of andere manier naar voren komt. Mm. Misschien wel leuk om even de covers te laten zien. Ja, ik wou het net vragen. Sommige mensen zullen ze kennen. Dit is deel 1 over motiverende gespreksvoering. Mm-hmm. Dit is deel 2 over oplossingsgericht. En deel 3 gaat maandag letterlijk naar de drukker. Oh joh. Ja, en 15 mei zijn ze klaar. En dan is 5 juni de lancering. En die gaan we online een feestje bouwen. We geven samen een workshop waar mensen van harte welkom zijn. Hmm. En elke deelnemer krijgt uiteraard dan een gesigneerd boek op de deurmat. 1 of 2 dagen na die lancering. Ah, super. En daar kijken we echt naar uit. Ja. Hey, en Jaan, kan jij misschien even vertellen over de cover? Want daar zien we meteen een ACT-metafoor. ACT-metafoor, hè? Dus je ziet hier inderdaad de coach die zegt, wat als je loslaat? En je ziet de coachie, zie je touw aan een touw trekken. En daar zie je aan de andere kant een monster. Hmm. Nou, en dat gaat natuurlijk over dat we heel hard worstelen met onze binnenwereld. En denken dat we pas iets kunnen doen als we dat monster weg hebben getoverd. En de coach die vraagt terecht, wat als je loslaat, als je dat gevecht opgeeft? Mm. Dan komt er dus ruimte om je ook weer te richten op wat je belangrijk vindt. Mm. En... we hebben verschillende covers voorbij laten ontwerpen, bekeken. Weet ik heb meegestemd. Ja, en dit beeld was een beetje spannend, want het is eigenlijk vooral de acceptatiekant. Mm-hmm. Hè, de commitmentkant zie je hier nog niet direct in. Maar het roept ook vragen op. Mm-hmm. Dus het is ook een beetje om te triggeren van, hey, wat gebeurt daar? Wat is dat? Wat bedoelen ze met loslaten? En wat is, mm-hmm. dat, wat is dat precies? Mm-hmm. Dus dit is de keuze geworden. Mm-hmm. Ja, ja. Dus het meest eenvoudig eigenlijk. Alle anderen waren net wat iets te veel wilden we. Ja. En we hebben gekozen voor de eenvoud. Dus met dank aan de vele stemmers op LinkedIn. Ja. Ja, nou, hij is heel erg ACT, dus dat, dat is mooi. Ja, een mooi bruggetje misschien naar dat onderwerp in het boek. Want er zijn inderdaad veel mensen die in een sessie komen met... ja, ik wil daar vanaf. En dan kom jij met ACT en dan... hoe doe je dat dan? Dat een coach niet teleurgesteld wordt. Coachie, sorry. Ja. Je kijkt mij aan. In therapie beginnen we vaak met defusie of acceptatie. Mm. Bij coaching kies ik daar niet voor. Dus dan begin ik toch bij de doelen en de waarden vaak. Omdat, ik denk toch dat het fijn is als mensen een soort van stip aan de horizon hebben. Mm. En iets wat ze
ja, een beetje drive geeft richting ja, de dingen die ze willen veranderen. Mm. En soms is dat voldoende. Soms gaan mensen het dan ook gewoon doen. Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen, als dat gebeurt, dan heb je helemaal geen diffusie of actieve acceptatie nodig. Ah. Maar heel vaak zien we dat het niet gebeurt nog. Nee. Omdat mensen het toch te spannend vinden, omdat ze allerlei beren op de weg zien. En dat kunnen zowel, ja, kan zowel die stem in de kop zijn, zeg maar, als bepaalde emoties die ze liever niet ervaren. Zoals onzekerheid, ongemak. We vatten het samen met innerlijk ongemak. Alle dingen die je nou eenmaal ervaart als je spannende dingen gaat doen. Zoals op een podium stappen of af en toe je kind begrenzen. Dat is ook niet altijd makkelijk. Nee, dat is helemaal niet leuk ook. Ja, dus, het gaat echt niet alleen over hele grootse dingen. Maar het kan ook over hele alledaagse dingen zijn. Dus, de partner zijn die je graag wil zijn. Of de vader of moeder zijn die je graag wil zijn. Of de werknemer. Of de zelfstandig ondernemer. Ligt een beetje aan de rol. Ja, en als ik je aan mag vullen, dan is het dus als coach ook, dan komt iemand dus bij je binnen, wat jij zegt, die wil iets ergens van af, hè? Ja. Maar hij wil ondertussen ook ergens naartoe. Ja. En die vraag stel je dus al vrij in het begin, stel je centraal, van als dat er dan niet meer is, wat zou er dan voor in de plaats komen? En dan kom je al uit op waarde. En vaak is er dan dus ook nog een proces nodig om die binnenwereld te gaan accepteren. En het proces van creatieve hopeloosheid. Hè? Dus het besef dat worstelen geen effect heeft. En dat je die binnenwereld niet kunt veranderen. Daar niet van af kunt komen. Dat is wel nodig om bereidheid te krijgen. Om inderdaad het op een andere manier te gaan doen. Maar altijd waartoe? Hè? Je wilt ergens meer van. En bij coaching begin je wat dat betreft dus wel ook met waarde. Als iemand zegt, ik wil rust. Ik wil innerlijke rust, zodat. En dan kom je op waarde uit. En komt er ook een stuk boven van, ik ben zo innerlijk onrustig of ik ben zo onrustig. Ik denk van alles. Nou, dan kom je op de binnenwereld ontdekken. Ja, want je zei net, de binnenwereld kunnen we niet veranderen. Alleen gaan we wel andere associaties te koppelen met cognitieve diffusie. Dus dan verander je toch een klein beetje iets. Nou, je verandert het niet, maar je krijgt een ander gevoel bij. En op die manier verander je toch iets, hè? In de binnenwereld. Wel perspectief. Ja. 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 En de relatie met je denken. Ja. En het mooie is, als die relatie verandert, dan verandert er heel veel mee. Ja. En dus bij de cognitieve gedachtentherapie en RED gaan mensen proberen de inhoud van hun denken te veranderen. En hun niet helpende gedachten vervangen door helpende gedachten. Maar dat is een hoop werk. Ja. Als je bedenkt hoeveel gedachten een mens heeft. Ja, jullie leggen ook uit in het boek dat dus niet werkt, hè? Helaas niet. En dat is omdat je vanwege de relational frame theory ook onder andere. Ik weet niet of wie van jullie dat wil uitleggen, een beetje in het kort. Zal ik het doen? Ja, is goed. Okay. Nee, dan vraag je wat hoor. Ja. Ik snap het zelf nog maar half volgens mij. En ik wil er nog heel veel over lezen. Maar ik begon het een beetje te snappen toen ik het laatste boek van Stephen Hayes las. En ik heb wel 2-3 minuutjes nodig. Ja, dat is ik kan goed. Het niet even in één zin uitleggen. Oké. Weet je, ons denken heeft enorm veel impact op ons. Dat weten we allemaal. Als je kijkt hoe mensen leren, dan verschillen we daarin van dieren. En dat is even belangrijk. We kennen allemaal Pavlov. En zijn hond. Ja. En wat deed Pavlov? Die liet een bel klinken. Die honden gingen speeksel produceren. Omdat ze dachten, oh, dan komen er brokken voeren. Ja. Dat waren ze gewend. Dus dat was getraind. Maar dat is een one-way street. Ze leren dus door associatie. Ja. Het is niet zo dat als een hond brokken krijgt. Zo'n hond, hè, die door Pavlov getraind is. Die krijgt brokken. Dat hij denkt, ja, maar waar is de bel? Ja, ik wil geen bel. Ik ga niet eten voordat ik een bel snap. Die is leuk trouwens. Ja. Dus zo werkt het bij dieren niet. Het is een one-way street. Bel is brokken. Ja. Bij mensen werkt het gelukkig anders. Die zijn, ja, die hebben een iets geavanceerder brein, zou je kunnen zeggen. Die kunnen een two-way street maken. En dat is best wel interessant. Dus voor een baby, die krijgt als eerste de ervaring van, goh, als ik bij mama ben, dan is het warm. En dan komt er warme vloeistof en die vind ik lekker. En dan kan ik er weer even tegen zo. En na een tijdje leert hij, dat heet melk. Op een gegeven moment kan zo'n baby ook zeggen, melk. En dan komt mama. Ja. Snap je? Dus dat is een two-way street. Dus dat is geen associatie, maar is een relatie. Dus dat is al een verschil. Ja, ja. En wat is er essentieel aan een relatie? Nou, er zijn allerlei soorten relaties. En ons brein is net zo makkelijk in staat om te zeggen, A is hetzelfde als B. Als A is groter dan B of kleiner dan B of beter dan B. Of A is het tegenovergestelde van B. En daar gaat hij vaak mis. Want als iemand gelooft
Ik ben waardeloos. Of ik ben geen liefde waard. Mm-hmm. Nou, het zijn natuurlijk hele tragische gedachten. Ja. Die zeker het handelen kunnen sturen. Ja. Wat natuurlijk heel naar is. Als je zo iemand leert van nee, maar je bent wel waardevol. Mm. Ga dat maar, plak dat maar op je spiegel. Mm. En dan lees je dat elke ochtend en dan ga je het vanzelf geloven. Mm. Lijkt een logisch advies. Maar helaas kan iemand in zijn brein net zo makkelijk doen A is B als A is het omgekeerde van B. Ja. Dus iemand komt 's morgens uit de douche. Had op zich was goed opgestaan, kijkt naar de spiegel, ziet van ik ben waardevol. Zie je wel, ik ben toch waardeloos. Mm. Dat zo makkelijk gaat het in ons brein. Dus je zou kunnen zeggen, want die laatste gedachte is al heel vaak getraind. Dat is een ingesleten paadje in het brein. Mm-hmm. En iemand triggert dan eigenlijk weer die niet helpende gedachte. Ja. En daarom zegt de ACT, we kunnen iets anders doen. We kunnen onze relatie met ons denken veranderen. Mm-hmm. En gedachten herkennen voor wat ze zijn. Niet meer dan woorden en plaatjes in de mind. Ja. Niet per se de waarheid. Je kunt je brein gewoon zijn gang laten gaan. Die doet zijn best. Die helpt jou overleven. Mm-hmm. Je moet alleen niet alles geloven wat hij zegt. Ja. Dat is even korter. Kan ik hem niet uitleggen? Ja. Heb jij nog aanvullingen? Nee, ik vind dat je het mooi uitlegt. En het gaat er dus ook over dat je leert kijken van maar gedachtes zijn eigenlijk altijd op een bepaalde manier opgebouwd. Het gaat heel vaak over tegenstellingen of over hiërarchie. Of als we kijken naar hoe ons brein over evolutionair is ontwikkeld, kijken we heel snel naar wat er mist. Mm-hmm. Zijn we gericht op dat we meer moeten, ergens naartoe moeten, meer moeten zijn of meer moeten doen. En gericht op, hoor ik er wel bij? Ja. En als je je gedachtes op die manier eens gaat bekijken, dan, dan is dat het overgrote deel van je gedachten gaan daarover. Ja, allemaal vanuit wat je net noemde, evolutionair gezien. Ja, hè? Ja. Dat vergeten mensen volgens mij vaak. Dat de gedachten daarvoor, want dat staat ook heel duidelijk in jullie boek, dat de gedachten daar eigenlijk zijn voor bedacht om je te laten overleven en niet om gelukkig te worden. Ja. Ja, precies. En als je dat dan ook heel serieus gaat nemen, dan terwijl er eigenlijk geen reden is om niet te overleven, dan kan het heel erg in de weg zitten. Ja, maar die vind ik heel mooi die nu zegt. Er is eigenlijk geen reden om niet te overleven met die gedachten. Ja. 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 Het is niet zo dat je dan doodgaat of zo, als je dus inderdaad die gedachte volgt. Of niet volgt, bedoel ik eigenlijk in dit geval. Ja. En dat geeft vrijheid van handelen en daar heb je zulke mooie technieken binnen ACT voor. En ik merk echt aan de coaches die ik begeleid dat ze dat heel bevrijdend vinden. Dat je losser kunt komen van je denken. Dat je het kan opvatten als woorden en plaatjes in de geest. Dat je daar gekke oefeningen mee kunt doen. En dat je dus daar heb je dat stemmetje weer. Mm. Of dat verhaal weer. Mm. Oh, ik hoef er niks mee. Ah. Mm. Oh, ik kan mijn aandacht hier richten op wat ik belangrijk vind. Ja. Ja. Misschien wel leuk voor mensen thuis. Je kunt het heel simpel even voor jezelf uitproberen. Denk even aan een gedachte die je wel eens kent van jezelf. Die een beetje stress geeft of die je liever niet zou denken. En plak daar een heel simpel zinnetje voor. Namelijk het zinnetje, ik heb de gedachte dat. Mm-hmm. En merk eens op welk verschil dat heeft met het oorspronkelijke zinnetje. Ik dacht vroeger, ik heb heel lang gedacht, dat staat ook geloof ik in het boek, dat ik te lang was. Ik ben 2,04 meter, nou, dat is langer dan gemiddeld. En ik dacht heel lang, ik ben te lang. Mm-hmm. En dus dat zinnetje zou dan in mijn geval klinken, ik heb de gedachte, ik ben te lang. Mm. En dat maakt op de een of andere gekke manier verschil. Ja. En dan kun je nog een stapje verder gaan. En dat is, ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik te lang ben. Ja. Dan ontstaat er vaak nog wat meer afstand. Ja. En niet dat je dit nou de hele dag gaat doen. Mm. Maar dit is even om diffusie te ervaren. Mm. En als je dit een beetje traint bij jezelf op al die speelse manieren. Mm. Je kunt ook je gedachten met een gek stemmetje uitspreken. Ja. Ik hou enorm van Wim de Bie. Weet je wel, die Wim de Bie die altijd met zijn moeder kleren moet kopen. Ja, dat moest ik doen van mijn moeder. Ja, precies. Ja. Ik wil geen kleren kopen met mijn moeder. Ik wil geile daar word ik voor behandeld. Ja, precies. Ben je nu aan het defuseren voor je gedachten? Ja. Wat zullen de mensen straks aan niet denken van dit interview? Straks vinden ze het helemaal niks. Hè, dan denken ze, die Sergio en die lopen maar druk te doen en te praten met alsof ze een boek hebben. Ook mooi het gezicht dat je erbij trekt. Ja. Nu wel een minuut lang, hè? Oh ja. Ja, anders werkt het niet. Ja, dat doe ik straks al bij jou in de bus. Ja. Hoe komt dat? Dat je het 1,5 minuut of 1 minuut, zei jij, moet doen? Dan gaat de kracht eigenlijk van die gedachte af. Hè? Dus de lading neemt af.
Je gaat hem ook associatief anders beleven. Als je heel vaak het woord melk zegt of heel vaak die zin in dat gekke stemmetje zegt, dan komt er een soort verwarring. Hè? Dus de coherentie die geeft iets aan van het klopt niet meer helemaal. En dat geeft een soort verwarring. En in die verwarring kan er iets nieuws, een nieuw netwerk worden aangelegd. Zoiets heb ik begrepen vanuit de RFT. Ja. Dat is wel een leuke scène van Hans Steeuwe. Ja. Dat hij doet alsof hij stoned is. Hij vertelt van vroeger ging ik altijd blowen op school. Toen liep ik naar huis, dan kwam ik langs een boom. 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 Boom, boom, boom. En dat doet hij een minuut. Ja. En na een minuut denkt iedereen, kijk gewoon bij het woord boom, zie je een boom. Ja. Maar als je dat een minuut doet, dan denk je, wat een raar woord eigenlijk. Ja, ja, en dan zie je helemaal geen boom meer. Ja. Maar dat kun je dus ook doen met het woord mislukking. Ja. Of tekortschieten. Falen. Of falen. Ja. Snap je? En zeker als je dat net hebt gehoord tijdens een beoordeling op je werk of zo. Ja. Dan kan dat, ik heb het wel eens gehad dat het me 2 weken lang dwars zat. Oh, toen wist ik toch dit nog niet. Wauw. En een leidinggever zei ooit tegen mij, je bent te consumptief. Ik was gewoon heel veel aan het leren, ik was gewoon heel leergierig. Te consumptief. Ik heb 2 weken lang, dat hoorde ik vlak voor een vakantie, 2 weken lang te consumptief. Potverdomme, ik ben helemaal niet te consumptief. Ik ben helemaal niet te consumptief. En had ik toen maar dit geweten, dan had ik een fijnere vakantie gehad. Ja. Ja, zo'n woord dat dan terug kan keren. En andersom, als je dus vanuit Relational Frame, is het niet zo dat als je nu een boom ziet, dat je meteen aan Hans Steeuwe denkt, hè? Nou. Of heb je dan gebloot? Misschien wel, hoor. Ja. Ik heb jullie boek een groot gedeelte ervan gelezen. Nog niet helemaal alles. dan moet Wat ik ook zegt jouw brein nu? Ja. En even kijken, ik ga een aantal dingen noemen die me opvielen of waar ik nog vragen over had, die ik leuk vind als jullie daar wat meer over vertellen. Op een gegeven moment gaat het over uitzoomen bij innerlijke pijn. Daar had jij het net trouwens ook al even over. Kunnen jullie misschien daar ook nog wat meer over vertellen hoe dat werkt? Want we hadden het net heel veel over gedachten. En ook wel het gevoel wat je daarbij kan hebben. Maar je kunt ook gewoon zonder gedachten, kan je ook innerlijke pijn voelen. Ja, dus dan heb je het gedachten en gevoelens. Dat is vaak ook een soort kluwe. Hè? Dus je kan alsnog diffuseren van een gedachte van ik ben waardeloos. Ja. Hè? Van ik heb die gedachten. Maar nog steeds merk je op dat je heel rot voelt. Ja. En de neiging die we dan snel hebben is daarvan weg te willen. Ja. En je kunt dus juist naar dat gevoel toe om er eens even bij te gaan zitten. Mm-hmm. Maar als je merkt dat je helemaal overweldigd wordt door een gevoel, dan is het soms ook handig om andere aspecten van de ervaring ook te waar te kunnen nemen. En dat is dan weer uitzoomen. Mm-hmm. Dus dan ben jij hier met je pijn, dat is er. Ik ga er niet tegen vechten, het mag er zijn. En er is meer dan dat. Mm. Ik merk dat ik mijn hand om de microfoon heb. Ik merk dat ik tegen jou praat. Mm-hmm. Ik zie een gordijn achter je hangen. Ja, er zijn camera's. Ik hoor geluiden. Er zijn camera's. Ja. Oh jee, dat denk ik. Je kan ook weer uitzoomen naar meerdere aspecten van de ervaring. Maar je kunt ook inzoomen naar, wat ervaar ik? Ja. Maar als je op een podium gaat spreken en je merkt angst op, dan is het fijn als je ook los van de angst die je ervaart en die toelaat, ook je kan richten op wat je wil doen op dat moment. En dat is dan heel fijn als je ook op je waarde kunt richten. Van ik wil een goed verhaal kunnen vertellen. En ik zie hier mensen zitten. Wat merk ik op aan geluiden? Hoe voelen mijn voeten op de grond? En daarmee ervaar je je meer volledig, hè? Als geheel. Dat is heel erg vanuit contact met hier en nu, begrijp ik. Ja. 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 Okay. Ja. En ook je ernaartoe wenden. Mm. Bij pijn hebben we vaak de neiging om te vechten of te vluchten. Hè? Dus of we willen er van weg en dan gaan we van alles doen om onszelf af te leiden. Zelfs piekeren kan iets zijn dat je niet wil voelen wat hier gebeurt. Mm-hmm. Dus dan vlug je een etage hoger en dan ga je hier heel hard proberen alles te controleren en op te lossen. Wat vaak niet lukt. En dan is het de kunst om te zakken en gewoon nieuwsgierig te zijn van, maar wat voel ik eigenlijk? Ja. Waar zit het in mijn lijf? Mm-hmm. Een beetje als een nieuwsgierige onderzoeker. Mm-hmm.
En is het heet of koud? En beweegt het? Of is het juist statisch? Is het vast? Is het een vloeistof? Mm. Is het een gas? Wat voor kleur heeft het? Mm. En op de een of andere wonderlijke wijze... zeg maar... gebeurt er wat eigenlijk de bedoeling is volgens mij met emoties. Want die willen maar één ding en dat is gevoeld worden. Mm. En zolang jij ze niet wil voelen... blijft die emotie op je deur bonken en zegt... ja, hallo, voel me nou. Ja, want emoties hebben een functie, hè? Dat legden jullie ook uit in zo'n mooi schema, zag ik in het boek. Ja, natuurlijk. Evolutionair gezien helpen emoties ons overleven. Ja. Jij kan ze misschien zo ophoesten. Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld boosheid hè, als emotie... dat heeft eigenlijk te maken met een grensoverschrijding. Ja. Het kan zijn dat je zelf over je grens bent gegaan... of iemand over je grens laat gaan. Dus die herinnert je er eigenlijk aan van... hey, ik moet voor mezelf opkomen. Het levert je zelfs energie om eigenlijk je grens te kunnen verdedigen. En dan kun je hem functioneel gebruiken. Ja. Angst levert je ook. Hè, maakt je gewaar van je omgeving en maakt je alert. En levert energie om weg te kunnen rennen. En zonder angst zouden we levensgevaarlijke dingen doen. Mm-hmm. Het helpt je ook herinneren aan, weet ik het... het is soms best handig om even ergens over na te denken... of even stil te staan. Nou, zelfs een gevoel van schaamte... Hè, wat nou, daar wou ik inderdaad ook iets over vragen. Ja. Herinnert je er ook aan dat je onderdeel bent van de mensheid... waarin je iets... dat we het met elkaar hebben te doen... en dat we een geweten hebben... kijk, daar hoort schuld bij, maar schaamte is ook... iets van onderdeel zijn van de groep. Mm. Stel je voor dat je schaamteloos zou zijn. Dan krijg je hele rare mensen aan de macht, zoals in Amerika. Ook nou, niet alleen in Amerika hoor. We hebben er nu ook een paar in Nederland rondlopen. Dat ik denk, schaamteloos. Ja, dus het herinnert je ook aan je nietigheid. Ja. Alleen als je dysfunctioneel maakt en je gaat helemaal geloven... hè, ik ben niet niks waard, dan kan het problematisch worden. Ja. Maar een beetje schaamte is helemaal niet weg. En bovendien, je schaamte delen, hè, dat je misschien wel eens denkt van... ik ben niet goed genoeg, of en je deelt dat met een dierbare, dan is dat ook een geschenk. Ja. Het is, dan deel je iets intiems. Dus schaamte nodigt ook uit tot het delen van intieme dingen... met maar een paar belangrijke anderen of één belangrijke ander. Ja. Dus ik denk dat inderdaad heel waardevol is als mensen dat meer beseffen. Ja. Ja. Juist bij die ingewikkelde gevoelens als schuld en schaamte en spijt bijvoorbeeld. Ja. Dan heb ik weer een bruggetje, want jullie hadden het ook over spijt en dat je dan bij je waarde kunt komen. Ja, ik zeg wel eens dat het mij mooi lijkt om zeg maar te sterven zonder spijt ooit. Ik hoop dat het nog heel lang duurt, maar dat ik dan zeg maar... echt tevreden kan terugkijken op mijn leven en kan zeggen... ik ben geweest wie ik wilde zijn en ik heb gedaan wat ik wilde doen... en ik heb bijgedragen wat ik wilde bijdragen. Maar goed, ik vertelde dat laatst aan een groep en sommigen reageerden daar goed op... maar er waren ook mensen die zeiden... nou, dat vind ik eigenlijk niet genoeg, sterven zonder spijt. Het ging met elkaar op zoek en toen kwamen we eigenlijk op uit... nee, het is nog mooier als je tevreden kunt zijn. Weet je, als je terugblikt op je leven, als je 80 bent of 90 of hoe oud je dan ook hoopt te worden. En dat je dan... En wat ik ook wel een leuke vind, dat past ook wel bij ACT, dat het altijd dat het mooier is misschien om spijt te hebben van de dingen die je wel hebt gedaan, dan de dingen die je niet hebt gedaan. Dus dat is ook een beetje. Hè? Dus, want als je inderdaad onderzoek doet naar je waarden en wat je wil neerzetten in de wereld en wie je wilt zijn, dan is er geen enkele garantie dat dat ook gaat lukken zoals je hoopt. Ja. Nee. Maar je kunt altijd jezelf in de spiegel kijken als je het hebt geprobeerd. Ja. En ik geloof dat uiteindelijk de allerbelangrijkste relatie die een mens heeft in zijn leven is toch die met zichzelf. Hmm. En natuurlijk zijn andere mensen ongelooflijk belangrijk. Maar we hebben geen controle of invloed of die ander onze waardengerichte acties ook zo mooi vindt als wij. Ja, klopt. Dus het lijkt mij mooi om echt met jezelf in het reinen. Je leven af te ronden. Zeg maar. Ja. En er hoort wel zelfacceptatie bij. Zeker. Natuurlijk zul je spijt hebben van dingen die je hebt gedaan of niet hebt gedaan.
Maar dat je dat ook jezelf mag vergeven. Mm-hmm. Daar vriendelijk mee om kan gaan. Ja. Zeker. Dat hoop ik ooit te bereiken als ik sterf. Mooi. Ja, dus het, is, het gaat over doen en misschien ook niet doen, maar ook over een houding jegens jezelf. Ja, absoluut. Die je ook binnen ACT heel erg probeert uit te nodigen. Ja. Om met zelfcompassie jezelf te kunnen benaderen. Mm-hmm. Want we zijn eigenlijk heel snel heel kritisch op onszelf en isoleren onszelf als we het moeilijk hebben. En straffen ons of doen dingen die eigenlijk de kwaliteit van leven verder doen afnemen. Wat zo zonde is. Mm-hmm. En als we mensen hebben ook wel vaak van zelfcompassie. Nou, nee, compassie naar anderen, oké, maar naar mezelf. Terwijl als je jezelf kunt vergeven of liefdevol met jezelf kunt omgaan, dan kun je dat ook met anderen. Mm-hmm. En daar start hij vaak. Het begint met zelfcompassie. Ja. Mm-hmm. Ik vind dat wel een mooie metafoor van zelfcompassie is als een kopje. Mm-hmm. Je moet eerst je eigen kopje vullen. Mm-hmm. Als het helemaal gevuld is, gaat die overstromen en blijft die overstromen. Mm-hmm. Terwijl als je niet je eigen kopje vult, maar je bent alleen maar andere kopjes aan het vullen, dan is je eigen kopje leeg op een dag. En waar vul je die andere kopjes eigenlijk mee? Hè? Ja, dat is de vraag. Of dat dan nog zelf, of dat dan nog compassie is, of dat dat iets anders is. Ja. Ik vermoed dat het iets anders is. Ja. En hebben jullie daar concrete oefeningen voor? Voor het, want jullie hebben de aandachtspier hadden het over. Maar jullie hebben het ook over trainen van zelfcompassie. Of tenminste, oefeningen misschien. Ja. Ik vind de driedeling van Kristin Neff een hele mooie. Mm-hmm. Zij zegt, zelfcompassie bestaat uit drie elementen. Namelijk inderdaad aandacht voor wat er in het hier en nu gebeurt. Mm-hmm. En dat betekent dus ook erkennen dat er nu misschien pijn is, of spijt, of verdriet, of wat dan ook. Dus aandacht is één. Twee is self-kindness. Mm-hmm. Oftewel, het klinkt in het Engels lekkerder dan in het Nederlands, maar zelfvriendelijkheid. Dus gewoon vriendelijk omgaan met jezelf. Ja. En ook jezelf gunnen om misschien even voor jezelf te zorgen, even rust te nemen, of even een bad te nemen, of even te mediteren waar je dan ook behoefte aan hebt. Als je het even zwaar hebt. En drie is gedeelde menselijkheid. Mm. En echt even stilstaan bij het idee dat je waarschijnlijk niet de enige bent met spijt. Of met verdriet of met angst. En niet zo van, jouw verdriet mag er niet zijn, want er zijn mensen nog met veel groter verdriet. Nee. Zo van, dus zo is het om mens te zijn. En daar hoort verdriet bij en spijt en alle soorten van pijn. Mm-hmm. En die drie, ik vind dat zo krachtig. Doe maar. Want het is heel, heel moeilijk, hè, als je het lastig hebt en je geeft jezelf op je kop. Vooral het geïsoleerd zijn doet heel veel pijn. Hè? Want we denken we zijn de enige die, en je wil het liefst zeg maar onder een deken verdwijnen. Maar het losgekoppeld zijn, geen verbinding meer hebben met de wereld. Hè? Of het nou een boom is waar je naar kijkt, of de mensen met wie je te maken hebt. Dat is het meest pijnlijke. Mm. En daar is het tegengif, is dus die gedeelde menselijkheid in. En het kan zich uiten door je dat te beseffen, maar ook door mensen op te zoeken die je wellicht nodig hebt als je het even moeilijk hebt. Ja. Ja. Het zijn die drie facetten, zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, medicijnen tegen drie neigingen van bijna ieder mens die niet zo goed werken. Dan moet je me even helpen. Zelfvriendelijkheid is natuurlijk een soort medicijn tegen zelfkritiek. Mm-hmm. Gedeelde menselijkheid is een medicijn tegen zelfisolatie. Mm-hmm. En mindfulness is een medicijn tegen piekeren. Ja. Zelfkritiek. Zorgen maken. Ja. Dus dan zit het in het, eigenlijk is dat een soort diffusie dan. Hè? Dus en dan de vriendelijke wensen richting jezelf. Dat is omgaan met jezelf als vriendin. Mm. En dat kan zich uiten in een wens. Ik wens je dit toe, maar ook het doen. Mm. Een vriendelijke daad voor jezelf. Mm-hmm. Ja. Over die eenzaamheid. Ik las letterlijk vanochtend in een boek over FAP, wat verwant is aan ACT, hè, dat eenzaamheid, echte eenzaamheid, dus echt, weet je, geen warm netwerk hebben om je heen, is net zo dodelijk als excessive smoking. Zo. Dus bizar hoe ze dat hebben uitgerekend. Maar 15 sigaretten per dag, daarvan weten, dat is niet zo gezond. Eenzaamheid is even ongezond voor mensen. Wauw. Ja, bizar, hè? Ja. Is dodelijk. Ja. En eigenlijk ook vanuit de overleving, toch? Ja. Is uit de groep zijn. En dat wordt als eerste gepakt door een roofdier. Ja. Precies. Letterlijk, ja. Maar we hebben dat dus ook echt nodig, de ander. De groep, ja. De verbinding. Mm-hmm. Ja. We zijn sociale dieren.
Ja, er worden natuurlijk allemaal stofjes aangemaakt. Hè? Als je... nou, oxytocine. Ja, serotonine. Ja, ook als je inderdaad elkaar aanraakt, oxytocine. Ja, dat is dan nu wel een beetje lastig. Zeker, ja. Ja. Maar dat is wel aardig, want kijk, je gunt natuurlijk ieder mens dat die andere mensen heeft om mee te knuffelen of aan te raken. Mm-hmm. Maar stel dat dat niet zo is, dan weten we dat huisdieren aanraken heeft al een vergelijkbaar effect. Mm-hmm. Dus dat doet ook echt iets. Ja. Maar zelfs jezelf aanraken op een liefdevolle manier. En dat kan al als je gewoon je handen gewoon een beetje verzorgt met crème of zo. Of dat ik vind het zelf heel fijn om af en toe zo mijn hoofdhuid een beetje te kammen zo. Ja. Dat geeft een soort ontspanning in heel mijn lijf. En dat kan iedereen doen. Ja. Dus, ja. Dat is waar. Zit mijn haar nog goed? Zit nu nog beter. Heel spontaan. Mooi beeld. Ik wilde even naar kwetsbaarheid van de coach. Want dat vind ik altijd zo ontzettend mooi in ACT. Dat dat mag. Dat je dat laat zien. Ik weet niet wie van jullie twee daar iets over wil vertellen. Ja, eerst. Ja, dat de kwetsbaarheid als coach, dat toon je natuurlijk omdat het een onderdeel is van die gedeelde menselijkheid. Ja, ja. Hè, als we dat bruggetje maken vanaf zelfcompassie en als onderdeel gedeelde menselijkheid, dan is jij zit daar met je coachie en we zitten in hetzelfde schuitje. We hebben dezelfde processen waar we tegenaan lopen en jij zit daar niet omdat je het allemaal zo goed weet. Mm. Maar je laat zien dat kwetsbaarheid, je leeft het eigenlijk ook echt voor door te laten zien dat je kwetsbaar mag zijn. Mm. En dat betekent dus ook soms dat je iets deelt als dat inderdaad op dat moment nodig is. Mm-hmm. Om de ander, je coachie, te laten weten dat we allemaal gedachten hebben die in de weg zitten als die bijvoorbeeld aan het heel erg aan het fuseren is met een negatief zelfbeeld. Of dat het heel normaal is dat we vermijden. Mm. Dus je normaliseert ermee, je opent en je maakt een grond van die werkbaar is om te groeien. Mm. Ja. Ja. Ja, dus kwetsbaar heeft tonen of delen, heeft absoluut een functie. Mm-hmm. Ja. Wanneer zou het niet werkend zijn, denk jij? Nou, ik denk als je zelf nog midden in je proces zit. Dus stel, je hebt iets naars meegemaakt en je denkt, je zit met een coach en je denkt, oh, dat ga ik even delen. Maar je zit zelf nog in je proces, je hebt het nog niet verwerkt. Mm. Dan krijg je, als je niet oppast, zelfs een soort rolverwisseling. Van wie is er dan de therapeut en wie is er wie is de coach en wie is de coachie. Mm. Dus ik vind wel dat je zelfonthulling zorgvuldig moet kiezen. Ja. En in ieder geval even een snelle check doen van, wacht even, heb ik dit zelf al verwerkt en een plek gegeven? Of zit ik er nog middenin en want ik denk dat mensen dat wel voelen. Ja. En je, wat ook, je niet wil is dat iemand denkt, oh, nu moet ik voor mijn coach gaan zorgen. Mm. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Dus vaak zijn dat dingen die al wat langer geleden zijn of zo. Of, want nu deel je dan iets wat dan kennelijk een heel issue is geweest. Mm. Maar het gaat eigenlijk ook over de menselijke processen. Van, ik merk nu op dat mijn brein nu dit en dit zegt. Ja, inderdaad. En, en soms kan het ook functioneel zijn als je nou net een hevige ruzie hebt gehad. Stel, en je merkt dat je toch niet helemaal met je aandacht erbij bent. Dan hoef je niet over die ruzie te gaan vertellen. Maar als je merkt dat dat in het contact in de weg staat, dan kun je het wel voordoen door te zeggen van, ik merk dat ik met mijn aandacht er nog niet helemaal bij ben. Dat ik nog iets, dat ik eigenlijk nog daar ben. Mm-hmm. Dus kunnen we samen een mindfulness oefening doen? Kunnen we een oefening doen om even in het, dan, want ik wil open en transparant hier helemaal voor jou zijn. Ja. En dan is het functioneel om iets te delen. Mm. Maar het kan ook zijn dat iemand een negatief zelfbeeld bijvoorbeeld heeft en dat daar zich een beetje voor schaamt. En dan kun je best zeggen, oh, maar dat is ook, oh joh, heb ik ook. En dat, oh, heb jij dat ook? Ja, nou ja, tuurlijk. En niet dat je dan helemaal, weet je wat ik allemaal niet over mezelf denk. En tuurlijk niet. Nee. Maar om het te normaliseren en nogmaals, het is altijd in dienst van de coachie. Mm-hmm. Of het proces waar je dus zo goed mogelijk wil handelen als therapeut of coach. Ja. Wat wel een leuke manier is om zeg maar, zowel je eigen proces als dat van de ander bespreekbaar te maken, is dat je bijvoorbeeld zegt, mijn verstand vertelt nu aan mij dat ik bijvoorbeeld een slechte start heb gemaakt met jou, want ik was helemaal vergeten te vragen hoe je reis was geweest, zoiets. Hè? Ja, ja. Dus het kunnen ook kleine dingen zijn. Maar de grap is, als je dat zelf een aantal keer doet, kun je ook zeggen van, goh,
Stel, een coach hier wil een oefening niet doen. Mm. Dat je zegt, oké, wat zegt je verstand daar nu over? Ja, 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 leuk. Dus, ja. Dus dat wordt dan bijna alsof je vier personen in de ruimte ja. hebt, zeg maar. Ja. Lekker druk. Ja. Mijn verstand zegt nu dat ik je wil overtuigen. En oh, ja, ik belangrijk vind dat ik dit met je doe. En tegelijkertijd merk ik op dat... En wat dat merk jij op? Ja, ja. En, nou ja, en zo ben je eigenlijk proces diffusie aan het trainen. Voordoen, trainen. Ja. Het is meteen modeling eigenlijk. Ja, absoluut. Leuk, ja. Mooi. Even kijken. We hebben echt al heel veel van mijn lijstje gehad, zie ik. Even kijken hoor. Ja, deze vind ik zelf ook altijd wel mooi. Dat is ook nog van dat lijstje van regrets. Ik zou willen dat ik mezelf meer had toegestaan om simpelweg gelukkig te zijn. Ik hoor een liedje. Oh ja? Simpelweg een beetje gelukkig te zijn of zo. Nou ja, ik kan het niet zingen. Waar is dat ook weer van? Zeg mijn brein, wat heb je in godsnaam gedaan? Toch zou ik net iets vaker... Oh ja. Oh, wat is dat ook alweer, joh? Ja, iets vaker simpelweg gelukkig zijn. Zo. Ja. Oh ja, natuurlijk. Een eigen huis. Ja. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de... Ja, tuurlijk. Mijn associatieve brein ging over Nee, leuk, draaien. Leuk. Maar eigenlijk... Is dat best wel ingewikkeld voor veel mensen, toch? Jezelf toestaan om simpelweg gelukkig te zijn. Ja, zo simpel is dat niet. Nee. En toen moest ik meteen denken aan de happiness trap van Ruth Harris. En jij hebt wel eens verteld dat je ook een enorme happiness junkie bent geweest. Zeker. Ja, als ik mijn huidige zelf vergelijk met die van 15 jaar geleden, toen was ik 36, dan was ik echt een feel-good junkie in die tijd. En door... Eerst een burn-out en toen mindfulness training en toen ACT. Heb ik daar echt wel een grote ontwikkeling in doorgemaakt. En ik kan mezelf nu veel beter toestaan om af en toe gewoon niet lekker in mijn vel te zitten en dat oké te vinden. Ja. En veel meer bereidheid om alle smaken van het leven te proeven. Mm-hmm. Ook de bittere, ook de zure, ook de van. Ja. En dat geeft wel heel veel vrijheid. Dus ja, wat is dat simpelweg gelukkig zijn? Ik ben er zelf van overtuigd dat als je steeds meer contact krijgt met je waarden... en dus meer trouw bent aan jezelf... En daar stapje voor stapje naar gaat handelen, zo goed als dat lukt... dat geeft een dieper soort geluk dan het oppervlakkige geluk... waar we wat zeg maar Facebook en Hollywood en Instagram ons voorspiegelen. Want dat is de dopamine shots. Dat is toch heel uiterlijk geluk, uiterlijke vorm van geluk. Terwijl... Weten dat je naar je waarden handelt, geeft meer een soort zielsgeluk of zo. Zielsgeluk, ja. Ja, gaat wat dieper. Wat niet wil zeggen dat je niet mag genieten van de kleine dingen, want dat is ook een kunst, vind ik. Ja, juist. Ja. Ja. Maar dat kan heel goed samengaan. Mm-hmm. Hoe kijk jij ernaar? Nou ja, en ik denk dus bij dat punt van ik zou graag wat gelukkiger hebben willen zijn, dat vooral gaat over... Als ik me dat dan voorstel, dat je aan het eind van je leven daar spijt van zou hebben. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat het meer gaat over... had ik maar wat meer genoten van wat er was. Had ik maar het moment meer mogen ontvouwen... en wat minder in mijn hoofd gezeten. Wat meer de kinderen zien spelen... of genoten van een mooie zonsondergang. Dus was ik maar wat meer betrokken geweest bij wat er al was. Ja. Dat hoor ik er een beetje in. Bij het moment. Ja. Alle momentjes eigenlijk. Ja. Ja. Ja, want er zijn zoveel geluksmomentjes op een dag... te ervaren. Mm-hmm. Dat betekent niet dat je je goed voelt altijd, maar er is wel heel veel. Nou, dat is het grote verschil inderdaad. Het betekent niet dat je altijd goed voelt. Nee. Om gelukkig te zijn, ja. Volgens mij maken mensen die... interpreteren ze het op die manier. Ja. Hun brein doet dat, hè? Kunnen ze niks aan doen. even kijken hoor. Dit hebben we ook al besproken. Jongen. We hebben heel veel bruggetjes gemaakt. Want we hebben het zelf ook al besproken. Dat heb jij net verteld. Ja, het zelf is natuurlijk ook iets dat het leven door je stroomt. Hè? Mm-hmm. We identificeren ons heel snel met een beeld van onszelf. Hè? Mm-hmm. Hoe we denken over onszelf.
Maar het zelf is ook een ervaring. En die geeft... Dan belichaam je je leven, hè, mm-hmm. wat door je heen stroomt. En dat kun je op heel veel manieren ervaren. Mm-hmm. Je kunt een beetje uitzoomen en in het grotere bewustzijn treden. Hè, van ik als onderdeel van. Mm-hmm. Maar je kunt ook je lichaam ervaren. Je kunt je gedachtes opmerken. Dus je kunt, het is ook een observerend iets. Mm-hmm. Maar iets wat moeilijk uit te leggen is, maar vooral te ervaren is. Ja. En verrijkend als dat heel breed vanuit allerlei perspectieven kan. Mm. Want dan ben je heel veel. Ja. Ja. En dat is, ja. Dat is wel bevrijdend ook. Mm-hmm. Ja. Ik merkte laatst met een cliënt dat zij tijdens een mindfulness oefening... toen vroeg ik daarna, hoe was het voor je? En toen noemde ze zelf allerlei onderdelen van het zelf. Dat vond ik heel grappig, want ik had het helemaal niet aan haar uitgelegd. Toen zei ze, ja, ik dacht dit en ondertussen voelde ik zus. En daarover dacht ik dan ook weer. Wow. Toen dacht ik, wow. Ik heb niet eens aan haar uitgelegd hoe het werkt. Zo. Meisje van 15. Zo jong. Ja. Wow. Dus dat vind ik dan wel grappig. Dat ze het uit haarzelf ging doen. Mm-hmm. Vanuit mindfulness eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Sommige jongeren zijn hier best ver in. Ja. 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 Interessant, hè? Ik had in het boek beschreven ook het voorbeeld met mijn dochter die toen 5 was. Mm. En die kwam bij me liggen 's nachts. Mm. En het was volle maan, ze kon niet slapen. Ik was ook wakker. Ze kwam bij me liggen en zei ze, mama, ik word steeds groter en groter. Hè? Ik zeg, ja, dat klopt. En op een dag zal ik misschien wel groter zijn dan jij. Ik zeg, ja, dat kan. Als je doorgroeit, dan ben je misschien wel op een dag groter dan ik. Mm. En mama, dan gaan we een tijdje gelijk op, hè? Ik zeg, dan gaan we een tijdje gelijk op. En mama, op een dag krimp jij, hè? Ik zeg, ja, als ik zo oud mag worden, dan krimp ik inderdaad vanzelf. Ja, mama. En weet je, mama, jij draagt mij nu, hè? Mm. Ik zeg, ja, tuurlijk, schat. Op een dag zal ik jou dragen. Zo. En toen dacht ik... Ik was een beetje schoot vol en ik merkte meteen op dat ik dacht van... Jeetje, daar hoeft ze nog helemaal niet mee bezig te zijn. Ja. Hè? Dus ik kreeg een soort behoefte om... Toen zei ze, nee, mama... Zei ik lieverd, ik zorg nu voor jou en dat is goed. Zei ze, nee, stil maar mama. Weet je wat dat is? Dat is het geschenk van het leven. Zo. Toen dacht ik, wauw. Wat een wijsheid. Heel mooi. 5 jaar. 5 jaar? Ja. Maar dus ook dat besef al van ik hier en daar straks en het leven in zijn geheel ervaren. En dacht van, nou, ik heb een leermeester. Wauw. Ja. Jeetje, het raakt me heel erg. Kinderen dat heel erg... eigenlijk al heel eigen zijn. Mm-hmm. Die koppelen zich nog niet los van het geheel. Mm-hmm. Dat, ze voelen zich niet afgescheiden. Ja. Ja. Daardoor gaan ze... Ons hoofd scheidt ons zien. Te veel af. Ja, ja, ja. Mooi. Ja. Heel non-de-waal trouwens. Gaaf om het je te horen vertellen. Ja. Ik ken het verhaal uit het boek, maar van tekst. Maar nu hoor ik het zo vertellen. Dat prachtig, komt er bij mij ook nog meer binnen. Ja. Ja, gaaf. Ja, dat is echt heel bijzonder. Jongen. Dus ook dat is zelf in een notendop. Ja, zeker. Mooi voorbeeld, zeg. Jij noemde straks nog een thema ook over het zelf. Van hoe zit het dan als mensen gefuseerd zijn met een positief zelfbeeld? Hè? Ja. Waarom werkt dat dan niet? Mm-hmm. Vind ik ook wel een mooi thema om nog even bij stil te staan. Ja, gefuseerd is eigenlijk ook een ander woord voor versmolten natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Gefuseerde metalen, maar ook geïdentificeerd met. Ja. En je zou zeggen... gefuseerd zijn met een positief zelfbeeld is beter dan met een negatief zelfbeeld. Misschien. Maar het leven is nogal veranderlijk. En wat als jouw positieve zelfbeeld, waar je dus heel erg mee versmolten bent, als je dat niet meer op kunt houden. Mm. Omdat je misschien een atleet bent met een blessure. Mm. Of je hebt een prachtige baan als arts of specialist en je gaat met pensioen. Mm-hmm. Hè? Of je bent een muzikant. En corona komt, weet je wel. Mm-hmm. Dus dan heb jij heel veel psychologische flexibiliteit, denk ik, laten zien. Ja. Door eigenlijk zo snel ook weer andere dingen te ontwikkelen in jezelf. Maar ja, niet iedereen kan dat zo makkelijk. Mm-hmm. En dan kunnen mensen wel vastlopen in hun gefuseerd zijn met hun positieve zelfbeeld. Ik heb veel collega's die dat ook benoemen naar mij. Van, hé, hoe kan dat? Dat je dat zo... Ja. Makkelijk lijkt het, hebt gedaan om los te koppelen van
ik ben violist. Ja. Maar ik denk dat ik het meer zag als, het is een passie. En niet, ik ben violist, maar ik voel het als een passie. En dat is eigenlijk met alle dingen die ik doe, voel ik als een passie. Dat is eigenlijk ook een waarde dan, hè, meteen. Ja. En daardoor ben ik er dan niet mee gefuseerd. Ja. Ja. Want die passie, die is niet weg natuurlijk. Nee, die is er nog steeds. Ja. Die kan er gewoon zijn, ook al hoef ik niet op te treden. Of, ja. Ja, want optreden is maar een vorm. Een uiting ervan. Ja. Ja. Mm-hmm. En je bent zelf cello gaan spelen. Ja. Ik had gisteren weer les. Nou, dramatisch. Ik had hem 6 maanden niet aangeraakt. Nee, maar daar klinkt dus wel in door hoe belangrijk muziek maken voor jou is. Ja. En dat het een manier is om je te uiten. Ja. En daarmee, dus wat je al zegt, die passie, die kun je op heel veel manieren vormgeven. Ja. Dus jij bent er flexibel mee omgegaan. En dan zie je dus ook, als je weet wat je waardevol vindt erin, hè, wat erin verstopt zit, wat voor jou van waarde is. En daar kan je dan op 1000 manieren vormen aangeven. Ja. En ter aanvulling van wat je net zei over rollen loslaten. Mm-hmm. Kijk, het kan ook zijn dat je, ik denk dat als je heel erg gefuseerd bent met een zelfbeeld, mm-hmm. zelfs een positief zelfbeeld, mm-hmm. hè, van ik ben een fantastische moeder, ja, ik denk het niet, maar stel, dan net als bij alle fusie, zit dat in your face. Hè? Dus mm-hmm. je hebt eigenlijk geen oog meer voor wat er verder is. Ja. En misschien heeft je kind wel aandacht nodig, maar je bent een fantastische moeder, dus je ziet dat niet eens meer. Ja. Dus met welk beeld je ook fuseert, mm-hmm. het haalt je weg uit de werkelijkheid. Mm-hmm. En de vraag is dat werkbaar dus? Nou, mm-hmm. en dat is vaak niet werkbaar. Dus het is altijd goed om je bewust te zijn van wat je denkt mm-hmm. en daar een beetje afstand van te kunnen nemen, om meer waar te kunnen nemen. Mm-hmm. Ja. Daar koppelen we ook vaak regels aan, hè? Aan zo'n gefuseerd beeld. Van bijvoorbeeld, ik ben een fantastische moeder. Dan kun je het ook weer allemaal regels aan verbinden. Exact. Waardoor je dan moet ik dus rigide, gedrag komt. Elke dag mijn kind gelukkig zien. Ja. Maar wat als je kind een derde ijsje wil of zo. Ja. Ik mag dus niet lelijk doen naar mijn kind. Krijg je dan bijvoorbeeld als regel. Ja. En ook, dat is het lastige met ouderschap. Dat is echt een 24/7 job die ongeveer 18 jaar duurt, zeg maar, minstens. Minimaal. Nou, eigenlijk gewoon altijd. Eigenlijk, dat houdt het nooit op. Nou, dank je. Het is geen regel, hè? Ik kan nog hopen, zeg maar. Even deviseren. Dat zegt Hartini maar tegen je. Precies. Ah. Ja, dat is waar. Ja. Nee, dus je kunt, weet je, bij andere banen kun je nog vrij nemen. Kun je nog zeggen, oké, het is 5 uur. Part-time. Maar deze baan die gaat eigenlijk altijd door. En het is onmogelijk om 24/7 een perfecte ouder te zijn. Mm-hmm. Het is mij in ieder geval nog geen dag gelukt. Überhaupt, dat is perfect. Ja, ook dat. Ja. Of de ouder die je zou willen zijn. Hè? Want het is ook een verlangen. En dat er zit iets in wat voor jou van waarde is. Ja. Maar dat kan echt niet 24/7. Mm. Ik bedoel, ik vind het heel belangrijk om een aandachtige ouder te zijn, maar regelmatig droom ik weg als een van mijn kinderen iets vertelt en reageer ik een beetje, mam, luister je wel? En dan, Dus het wens betekent niet dat, en je kan je daartoe committen, maar dat kan natuurlijk nooit altijd. Mm-hmm. We zijn maar mensen. Ja, we zijn net mensen. Ja, ik ben al blij als het elke dag een paar keer lukt om een goede vader te zijn. Ja, dat zit er natuurlijk ook niet in. Een keer er niet bij aanwezig zijn, hè? Nee. Dat is wel leuk. Ik hoorde laatst een interview met Steven Hayes. En hij heeft 4 kinderen. Oh, wauw. Voor de mensen thuis. Steven Hayes is de uitvinder van ACT, samen met een heel team. En op dat moment had hij kinderen in de leeftijd van 12 tot 48. Bij, ik denk minimaal 2 vrouwen, dat moet daar zo. Minimaal, oké. Ja. En toen vroeg de interviewer hem van, geef jij ACT dan ook aan je kinderen mee? Waarop Steven Hayes zei, ja, tuurlijk. Maar hoe doe je dat dan? Waarop hij zei, door het voor te leven. Ja, zijn. Ja, precies. Ja. Want als je, weet je, je kinderen elke dag training in ACT gaat geven, dat slaat nergens op. Weet je wel, dat pikt geen kind. Nee. maar het voorleven en ook je eigen twijfels soms delen en laten zien hoe je daarmee omgaat. En met die lastige stem soms in je hoofd en lastige emoties. Mm.
Dus ja, en maar dus ook je imperfecte zelf laten zien. En laten zien dat dat oké is, dat dat mag. Dat vond ik wel een mooie visie. Vond ik wel geruststellend. Heel fijn. Ja. En al die perspectiefnames, dat maakt je wel flexibel. Mm. Dat doet hij zijn kinderen ook echt heel erg voor. Die zijn er ook heel, heel, heel sterk in. Oh, dat weet je? Ja, stond ook in het boek dat hij een opdracht gaf aan allemaal psychologen en therapeuten die dan een opdracht van perspectief wisselen en een soort wiskundig sommetje, een reeks opdracht gaf. En zijn dochter, of zoon, weet ik niet precies, maar die wist het meteen. Ja. Terwijl al die psychologen allemaal, dus dat gaat ook over die flexibiliteit van perspectief kunnen nemen. Mm. Dat kunnen ze dus wel. Dus hij door het voor te leven, zal hij ook wel leuke dingetjes met ze doen. Ja. Dat zal. Ja, hij vertelde ook volgens mij dat hij in de auto dan wel dat soort denkoefeningen doet. Wat grappig. Kunnen jullie nog iets over de Matrix vertellen? En dan niet de film? De film? niet de film. Oké. Zal ik een stukje vertellen? Oké. Ja, wat mooi is aan de ACT Matrix of Matrix is dat die eigenlijk het hele gedachtegoed van ACT samenvat op één A4'tje, zou je kunnen zeggen. Of één model. En misschien kunnen we wel even... Heb je hem? Nee, ik heb hem niet, maar... Oh, kunnen we hem tekenen. Heb je een pen? Ja. Thanks. Het is heel simpel, je maakt zeg maar een... Je maakt een kruis. Alleen als je nu praat, dan komt het niet, het geluid. Het is echt een super simpele versie, maar de mensen kunnen als het goed is zien dat hier een kruis staat. Ja. En hij begint rechtsonder. Mm-hmm. Nee, ik moet anders zeggen. Links gaat over van dingen wegbewegen. Mm-hmm. Away moves in het Engels. Rechts gaat over naar dingen toe bewegen, dus towards moves. En je zou kunnen zeggen, links gaat een beetje over vluchten, vermijden en verdoven. Rechts gaat meer over waardengerichte actie, toegewijde actie. Boven gaat over de buitenwereld. Dat wat we kunnen zien als we je zouden filmen, bij wijze van spreken. En de onderste helft gaat over je binnenwereld. Dus dat wat alleen maar de eigenaar van deze matrix kan vertellen. Ja. En dit kun je gewoon aan mensen voorleggen. En dan hoort er bij elke veld een vraag, een hoofdvraag. Mm-hmm. En je begint altijd rechtsonder met de vraag... Wie of wat is belangrijk voor jou? Mm. En de wie zijn uiteraard je dierbaren, de mensen om je heen. En de wat zou je als waarden kunnen zien. Dus welke waarden zijn belangrijk voor je? Of iemand die je inspireert, hè? Hadden jullie het ook over in het boek. Ja, zeker. Zou ook kunnen, absoluut. Dan het tweede veld, nog steeds onder, is... In het Engels zeggen ze... what is the yucky stuff that shows up? Okay, dus welk innerlijk ongemak komt erop in je leven waar je eigenlijk een beetje van weg wil bewegen? Mm. En dan hebben velen van ons de neiging om dingen te doen die we hebben samengevat in het boek met Spinoza. De P staat voor pieken, de N staat voor gewoon voor N, de O staat voor opgeven, dus in je bed blijven liggen bij wijze van spreken. De Z staat voor zelfdestructie, dus drugs gebruiken, je lichaam als kliko gebruiken, zeg je altijd maar. Oh ja, die is mooi. En de A staat voor afleiding zoeken, dus de hele avond binge-watchen met Netflix. Dus eigenlijk de dingen die wij mensen doen om maar niet te hoeven voelen. En dus linksonder gaat over denken, voelen en fysieke sensaties. En linksboven wat we doen om dat maar niet te hoeven ervaren. Zeg maar. Ja. En nou wordt die interessant. Het laatste veld gaat over de vraag... Oké, als jij in contact staat met je waarden... En je beweegt dus naartoe, je maakt towards moves... wat zien we je dan doen? Ja. Ah, ja. Richting je dierbaren. Ja. Of richting de dingen waar je... die je belangrijk vindt, waar je aan toegewijd wilt zijn. Ja. En dat kan het milieu zijn, dat kan je gezin zijn, dat kan een bedrijf zijn. Ja. Dat kan alles zijn, je kunst. Mm-hmm. Ja. En nou is die bijna klaar. In het midden. Want wie is degene die vier velden overziet? Mm. Het kan maar één persoon zijn. Mm-hmm. En dat is de eigenaar van de matrix. En zelfs een specifiek deel van die persoon, namelijk het observerende zelf. Mm. In het Engels zeggen ze noticing. Dus opmerken. Maar in het Nederlands vertalen we hem vaak met het observerende zelf. Dus dat deel van jou. Ik hoorde laatst Steven Hayes zeggen, die ontwikkelt zich sinds je derde. Die leeftijd, ik dacht wel dat het zoiets was, maar had ik nog niet gehoord. Dus dat deel van jou, die sinds je derde levensjaar eigenlijk alles heeft geobserveerd. Mm.
En niet alles, je kunt niet alles onthouden, hè, maar die zijn maar de innerlijke getuigen. Ja. En nou, dat is natuurlijk de enige die kan voelen wat belangrijk is. Die kan voelen wat je liever niet ervaart. Die zichzelf kan observeren. Zo, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ben ik nou aan het vluchten? Ja, of ben ik dingen aan het doen die ik werkelijk belangrijk vind? De innerlijke getuige is ook een mooie, ja. Ja, ja, ik geloof dat het uit het soefisme komt. Dat weet ik niet zeker. Ja. Oh, ja. Ja, en het is fijn van zo'n overzicht dat je dus heel duidelijk mensen zien van, oh ja, daar wil ik naartoe. Ja. Oh ja, daar ga ik weer weg. Dus wat zie ik mezelf doen? Dus het helpt, het structureert het kijken naar jezelf. En zijn we nu dingen aan het doen die je leven verrijken? Of ben je die dingen aan het doen? Of ben je juist een beetje aan het weggaan? Ja. En vaak willen mensen natuurlijk hier meer naartoe. Ze willen antwoord op de vraag, wat kan ik hier dan mee? En daar ga je dus diffusie- en acceptatievaardigheden trainen. Om vervolgens die kant op te gaan. En als je dan die stille getuige kan zijn met een beetje compassie. Ja. Dan wordt het ook te dragen. Ja. Want tuurlijk zul je altijd ook daar nog dingen doen. Ja. En dat is ook niet erg inderdaad. Nee. Af en toe vermijden. Heerlijk. Ja, absoluut. En, ACT is er ook nooit om te zeggen van, wat je hier doet, dat mag niet. Nee, dat is... Nee, dat is ten eerste is dat nooit aan de coach, als je ACT toepast. Nee. Dat is altijd aan de eigenaar, de coachie in dit geval. Nee. En wat ik ook een mooi eye-opener vond, is dat bijvoorbeeld sporten, aan zich kunnen wij niet... We zouden zeggen, ja, sporten hoort natuurlijk hier. Maar dat is maar de vraag. Ja. Er zijn mensen die excessief sporten ubergedisciplineerd, perfecte lichaam nastreven en allerlei dingen verwaarlozen, zeg maar. En soms zelfs roofbouw op hun lichaam plegen. Ja, je kunt je afvragen of dat hier hoort of misschien wel hier. Ja, of dat doen om hun binnenwereld te ontvluchten. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En dan hoort hier het kwadrant ook, hè? Ja, ja, zeker. Mindful genieten van chocola. Nou, kan absoluut hier horen. Ja. Maar elke dag 6 repen opeten omdat je het niet wil voelen, weet je wel. Ja. En een hele interessante vind ik bijvoorbeeld ayahuasca gebruiken. Ja. Ik denk dat kan net zo goed een vlucht zijn. Ja. Als dat het een geestverruimend middel is dat helemaal past bij jouw spirituele overtuigingen en je innerlijke zoektocht. Zeg maar. Ja. Ja. Maar het is altijd de persoon in kwestie die weet of zijn gedrag, wat hij doet, of dat een naartoe beweging is of van weg. Ja, is het in lijn met je waarde of is het vermijdingsgedrag? Ja. En dat weet de persoon in kwestie zelf heel goed. En daar kan hij dus voor kiezen. Van nou, ik doe dat, ik blijf dat ook gewoon doen. Of ik wil iets anders gaan doen. Ik wil ook niet het nodig hebben om... Ik moet dat glas wijn drinken, want anders komt dit weer op. Hoe fijn is en hoe vrij ben je als je alleen maar een glas wijn hoeft in te schenken... als je dat als een naartoe beweging doet. En niet omdat je weg wil van innerlijke ongemak. Dus ik kan mensen heel veel bewustzijn geven om zo, zo'n matrix op te hangen. En eigenlijk had ik hier een pijl moeten tekenen deze kant op en daar. Ja, die kunnen ze in het boek zien straks. Ja, precies. maar je kunt hem, het is juist heel leuk om bijvoorbeeld hier een soort monstertje te tekenen. Ja. Je innerlijke demon, weet je wel. Dus je kunt hem een beetje visueel leuk maken. Ja. En dan ophangen in je kamer bijvoorbeeld. Ja. En daar elke dag even naar kijken. Zo van, oh ja, wat heb ik nou vandaag gedaan? Ben ik vooral aan het vermijden geweest? Of heb ik voorwaartse bewegingen gemaakt? Ja. Mooi, ja. Ik denk dat dat heel veel helderheid kan geven, zo'n matrix. Zeker. Ja, leuk. Hadden jullie zelf nog iets uit het boek wat jullie wilden toelichten alvast? Of een tipje van de sluier? Waar kon die besteld worden? Het leuke is om 5 juni te komen op de boeklancering. Ja. Waar is dat? Dat is online. Oh, online, ja. Ja. En, via? Via Zoom. Nee, maar ik bedoel, hoe kunnen mensen erbij komen? Op mijn website komt een pagina uiteraard. Ja. En dat is www.bewezeneffect.nl. En ik weet nog niet precies wat de URL gaat zijn, maar goed, als je een beetje zoekt, vind je het wel. En uiteraard gaan we op LinkedIn heel veel promotie maken. Dus je kunt ons ook opzoeken op LinkedIn en even connecten. Dan komt er geheid een keer een berichtje langs. Als je de URL weet, dan kan ik hem er nog bij plakken. Oh, dat is fijn. Ja. Oké, prima. Alright. Dat is denk ik wel handig. Ja, mooi. Ja, super. Okay. Dat gaan we regelen. Ja, van harte welkom, want we gaan het via Zoom doen. En het voordeel daar weer van is dat we tot 300 mensen kunnen uitnodigen. Dus dat is best wel een behoorlijke club. Leuk. Ja. Dus van harte welkom mensen. We gaan samen een workshop geven. Gaaf. En je krijgt als eerste het boek gesigneerd op je deurmat in de week na de lancering. En ook wel leuk om te noemen is dat...
Een ticket kost €30. Mm-hmm. Het boek kost normaal €27,50 in de winkel. Maar nu doen we voor elke ticket maken we €5 over naar Stichting Edukans. Mm. Dus de ene helft van die €5 betaalt de bezoeker, zeg maar. En de andere helft betalen wij. Dat is een stichting die wij enorm veel... Die we graag willen steunen. Mm. Zeg maar. Dus we doen wel vaker een actie. En op dit moment dachten we, oh, dit zou ook een leuk... Leuk, ja. Waardegericht. Mooi, ja. 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 Dus dat is het plan. Ja, van nou super. Welkom. Ja, heel leuk. Ja, ja. Bedankt voor jullie bijdrage en toelichtingen over het boek. Ik ben heel benieuwd. Ik heb natuurlijk al heel veel gelezen, maar naar het eindresultaat. Ja. Ja. Nee, hartstikke leuk dat je ons hierover wilde interviewen. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja, dankjewel. Tot gauw, hè.